En zo klonk het laatste fluitsignaal van de 87-jarige voetbalscheidsrechter Joop Hartman. Hij floot dinsdagavond zijn 3218e wedstrijd. Nou, het zit erop. Ja, zo is dat. Hoe ging het? Ja, best. Als van ouds? Als van ouds. Ja. We hebben dit speciaal geregeld, hè, deze afscheidswedstrijd. De jeugdcommissie, eerder wie eerder toekomt, de jeugdcommissie van GCODS heeft het inderdaad geregeld. Samen met de jeugdcommissie van RCD. En dat komt omdat die Joop dus bij deze twee verenigingen echt honderden jeugdwedstrijden gefloten heeft. Ook nog na zijn pensionering bij de KNVB. Ja, die man die... Ik dacht altijd die sterft in het harnas, maar nee, hij stopt ermee omdat hij het niet meer bij kon benen. Maar ja, ik denk dat ik, als ik 87 ben, nou, ik neem een petje af voor wat die man doet. Echt, geweldig. Nou, uw vader gaat er nu echt mee stoppen, hè? Ja, pa die gaat er echt mee stoppen. 58 jaar gefloten, net zo oud als ik. Hij is begonnen in Limburg en in Dordrecht zijn laatste wedstrijd. Klopt. Hoe was dat nou? Want hij was dan elk weekend was hij al een beetje op pad, denk ik, in de jeugdjaren. In de jeugdjaren inderdaad, maar hij heeft 3 dochters. Mijn oudste zus woont in Spanje en de jongste in Bergen op Zoom. Ik dan in Werkendam van de Kozakken Boys. Eigenlijk zijn we alle 3 gewend om altijd mee te gaan op de velden. En zeker in zo'n periode dat hij op hoog niveau floot, gingen we mee naar Goes, Ierseke. Ja, ook de zakkenboers, noem maar op. Ik kan het eigenlijk zo gek niet opnoemen. We hebben overal wel vaantjes van. Maar als dochters zijnde zat het voetbal er gewoon in. Klopt, ja. Even rust jongens, leg de bal maar even midden in het veld. Leg de bal maar even midden in. Ja, hoe doet hij het? Nou, tot nu toe uitstekend moet ik zeggen. Hij heeft de kaarten in zijn kleedkamer gehouden en zo hoort het ook. Niet alleen omdat het jeugdvoetbal is, maar simpelweg omdat dat Joop helemaal karakteriseert. Joop heeft altijd gezegd, kaarten, ik begin er niet aan, tenzij. Het was leuk om het nog even te beleven. Maar... Ja, dat is wel leuk, er zijn nog wel fluiten, maar die heb ik al een heleboel. Fluiten, van allemaal toernooien. Weet je wie er altijd mee kwamen? Engelsen. Als hier Engelsen kwamen spelen... Ja, ook bij RCD, bij DFC, dan kreeg je altijd fluiten, kwam er altijd fluiten. Jolanda, neem je het even mee, heb je die gezien? Hartelijk bedankt. Tot ziens allemaal. Succes in de sport verder, hè? Oké, okay. Doe je best met voetballen. Dank u wel, meneer. Ik heb ook heel lang gevoetbald, dus lang voetballen en dan gaan fluiten. Dat is leuk.